Deze tutorial laat ik zien hoe je kunt schetsen met splines. Als ik de spline functie selecteer, dan kan ik een spline neerzetten. Ik kan telkens spline punten toevoegen. En als ik op escape druk, dan beëindigt hij de spline. Ik kan zo'n spline punt bijvoorbeeld coincident maken met de origin of met een ander punt. Dat kan ik aan de andere kant ook doen. Ik kan zo'n spline punt ook bijvoorbeeld een bemating geven. En op het moment dat de spline punten allemaal zijn vastgelegd, dan wordt de spline zwart weergegeven in plaats van blauw. En dat betekent dat de spline volledig gedefinieerd is. Maar ik kan nog steeds wel de vorm van de spline aanpassen. Als ik erop klik, dan verschijnen in het grijs de zogenaamde hendels van de spline. En zo'n hendel die kun je beetpakken. Als je het bij het puntje aan de voorkant van de hendel beetpakt, dan kun je zowel de hoek als de lengte van de hendel variëren. Als je de pijlpunt beetpakt, dan kun je alleen maar de lengte variëren. En die driehoekjes, ergens halverwege, dan kun je alleen maar de hoek variëren. En je kunt zo'n hendel ook bematen. Door bijvoorbeeld die driehoekjes naar de horizontale lijn kun je een hoek opgeven. Bijvoorbeeld 80 graden. En je kunt die lengte van de hendel ook een maat geven. En dan is zo'n hendel helemaal gedefinieerd. Je kunt een splinepunt, als je daarop klikt en met de rechtermuisknop op delete klikt, kun je zo'n splinepunt er ook weer uitgooien. Dan wordt de spline weer eenvoudiger. En met de rechtermuisknop insert spline point kun je op die spline ook weer punten erbij voegen. En die kun je dan weer bewegen. Dus daarmee kun je een spline complexer maken. Als ik dan weer een nieuwe spline ga tekenen, vanaf de origin naar punt diagonaal er tegenover, druk ik op escape, dan kan ik die spline, die kan ik ook tangent maken met de horizontaal. En aan de andere kant wil ik dat nog niet, kan ik dus die hendel, die kan ik vrij bewegen. Maar stel dat ik nu een nieuwe spline ga tekenen vanaf datzelfde punt, en ik maak die spline tangent met de eerste. Op dat moment kan ik nog wel de lengte van die hendel variëren, maar kan die hoek niet meer variëren, omdat die andere spline daar tangent mee is gemaakt. Toch zou het wel handig zijn als ik dat wel zou kunnen. Kijk, ik kan dat eindpunt nog wel aanpassen, maar deze eerste hoek die kan ik dus niet meer aanpassen. Nou, als ik die spline weer even weggooi en een constructielijn teken, een hulplijn, dan maak ik die spline, die maak ik daar tangent mee. Nou, die hendel die kan ik weer alleen in lengte variëren, maar ik kan wel die constructielijn kan ik in de hoek variëren. Als ik nu een tweede spline teken, die ik nou weer tangent maak aan de eerste, dan kan ik nog steeds die constructielijn variëren, terwijl ik ook de lengte van die hendels nog kan aanpassen. Ik ga nu weer even een spline punt toevoegen met mijn rechtermuisknop, insert spline point. Dat punt dat bemaat ik. De spline die is dan weer zwart geworden, dus gedefinieerd. Als ik dan de hendels even zichtbaar maak, dan kan ik die hendels in hoek verstellen. En die zou ik ook weer een maat kunnen geven, maar ik kan ook zo'n hendel selecteren. En dan kan ik bij Relations op Fix drukken.
En dan is die hendel ook zwart geworden en daar kan ik niks meer mee doen. En als ik dat weer zou willen opheffen, dan kan ik die fix-relatie selecteren en deleten. En dan kan ik hem gewoon weer vrij bewegen. Nou, stel ik heb die vorm aangepast, dan kan ik in het linkermenu kan ik ook die hendel weer resetten tot naar zijn uitgangswaarde. Dus dan staat hij weer in de positie waar hij stond toen hij nog grijs was. En ik zou ook een bepaalde vorm kunnen tekenen. En als ik dan op de knop Relax Spline klik, dan verandert die vorm een heel klein beetje in een vorm die net wat strakker en wat minder onregelmatigheden heeft. Dus met die functie kun je een spline net iets regelmatiger krijgen. Je kunt splines ook gebruiken om mooie afrondingen te maken. Als ik deze driehoek nou zou afronden met een standaard fillet van 7 mm in dit geval, dan krijg je best wel een beetje lompe vormovergang tussen de rechte lijn en die afronding. Nou, als ik die lijnen even in constructiegeometrie verander, dan kan ik hier nou zelf een spline intekenen. Dus ik ga van dat eerste punt naar het tweede punt en dan maak ik hem tangent met de bovenkant en met de onderkant. Ik hoop dat dit goed gaat. Ja. En dan kan ik door de lengte van die hendels te variëren, kan ik zelf die vorm een heel klein beetje in de buurt laten komen van die eerdere afronding, maar je ziet al dat die vorm gewoon veel geleidelijker is geworden. Dus daarmee krijg je een veel mooiere afronding tussen die twee lijnen. Je kunt met splines ook gesloten vormen tekenen. Als ik nu een spline start vanuit de origin en dan teken ik een punt boven de symmetrielijn en weer eentje op de symmetrielijn. En een derde punt weer onder de symmetrielijn en dan als vierde en laatste punt het startpunt. En dan krijg je een gesloten spline. Die is niet symmetrisch nog, maar kan wel het derde punt en het tweede punt selecteren samen met de symmetrielijn. En dan kan ik hem symmetric maken. En als ik nu ook de spline en de constructielijn aan de bovenkant tangent maak, dan heb ik daarmee die gesloten vorm de breedte van die box gemaakt. En dan hoef ik alleen nog maar die laatste punt te bematen. En dan is de spline helemaal gedefinieerd. Dan heb je een soort contour bijvoorbeeld van een computermuis. Nou, als ik dan een nieuwe schets op het frontplein begin, en dan ga ik even naar de frontview, dan zou ik zelf een vierkante box kunnen tekenen. Daar maak ik even een constructielijn van. En nou wil ik dat die punt rechtsonder gelijk valt met die punt uit de topview, zodat die lengte gelijk meeloopt met de lengte van het bovenaanzicht. Hoogte maak even 30 mm. En dan kan ik daar ook weer een spline in tekenen van bijvoorbeeld de bovenvorm van een computermuis. Maak ik de voor- en achterpunten. En dan maak ik die spline ook weer tangent aan de bovenlijn. En dan kan ik dat derde punt ook nog even een maat geven. En dan is ook die spline gedefinieerd. Dus nu heb ik een soort horizontale
contour in het topplein en in het frontplein een bovencontour. En dan kan ik met die twee lijnen, als ik die schets verlaat, kan ik die twee lijnen gaan samenvoegen door ze beide te selecteren en dan bij surfaces te kiezen voor projected curve. En dan kun je die twee schetsen op elkaar projecteren. En dan verandert het opeens in een 3D schets. Zet ik even die muiscontour uit. Nee, ik zet trouwens beide schetsen even aan. Want dan is goed te zien hoe in het zijaanzicht die 3D curve exact samenvalt met die zijschets. En in het bovenaanzicht valt die 3D curve exact samen met die horizontale contour. Dus die 3D curve is eigenlijk een samenstelling van die twee aanzichten. Nou, dat zou dan vervolgens weer de contour kunnen zijn van bijvoorbeeld een bovenvlak van een muis. Maar dat wordt in andere tutorials nog helemaal uitgelegd. Splines kun je ook 3D sketchen. Als ik nu ik heb een paar hulplijnen in een soort 3D grid gezet hier. Als ik nou bij sketches de 3D sketch functie selecteer en een nieuwe 3D sketch open, dan kan ik vervolgens spline kiezen en die laat ik bijvoorbeeld van dit 3D punt naar een ander punt lopen. En dan zou ik die tangent kunnen maken met die ene constructielijn. Dus dat is in het bovenaanzicht goed te zien. Maar dan kan ik hem bijvoorbeeld naar een andere schets laten lopen en daar ook tangent mee maken. En nu krijg je dus 3D een hele complexe spline vorm. Dus dit gebruik je vaak om tussen twee plekken waar je al geometrie hebt staan, om daar een mooie soepele spline overgang tussen te tekenen.